Ja, en ook vanavond rekenen we weer op uw oog, oor en kennis om zaken op te lossen. Kijk, om te beginnen naar deze foto's en prent het gezicht van deze jongeman zo goed mogelijk in uw hoofd. Het is Jelle Leemans, een Belgische man. En de sleutel tot het oplossen van zijn vermissing ligt mogelijk hier bij ons in Nederland. Aan de telefoon, meneer Van Poeken van de Belgische politie. Wat is er aan de hand? Wel, op donderdag 21 november is Jelle Leemans bij hem thuis vertrokken met zijn wagen. Hij had een afspraak in Nederland, maar daar is hij nooit aangekomen. En sindsdien is er niets meer van hem vernomen, dus ondertussen bijna 3 weken geleden. Zijn familie hebben al, en vrienden hebben al vrij snel alarm geslagen en ook via Facebook allerlei oproepen gedaan. En wij zijn inmiddels ook bang dat hij slachtoffer is van een misdrijf. Ja. Zijn auto is inmiddels wel weer terecht, hè? Ja, die is een paar dagen geleden teruggevonden in Merksem. Dat is een deelgemeente van Antwerpen. De sporen in de auto vertellen ons echter niet wat er met Jelle zelf gebeurd is of waar hij nu zou zijn. Maar omdat hij op weg was naar Nederland, hopen we dat er kijkers van u zijn die meneer Leemans nog hebben gezien. Nou goed, meneer Van Poeken, we gaan ons best doen uiteraard. Dank voor uw toelichting. Even voor u de feiten op een rij. We zoeken dus deze man, Jelle Leemans. Hij is 27 jaar, slank gebouwd en ongeveer 1,80 lang. En hij droeg op de dag dat hij verdween een pak. En deze vrij aparte schoenen van het merk Paul Smith. Apart omdat de zool dus paars is. En hij reed in deze witte Audi A3 Brake met het Belgische kenteken 1ETQ452. Hij vertrok op donderdag 21 november rond 8:00 ochtends met die witte Audi uit het kerkdorp Ter Hagen, waar die woonde. Dat is in de gemeente Rumst. U ziet hier waar dat ligt. Het is een klein dorpje tussen Brussel en Antwerpen. Hij zou naar een afspraak gaan en die afspraak was mogelijk in Essen. Maar er zijn ook aanwijzingen dat hij in de grensstreek tussen Essen en Roosendaal is geweest. U hier in Nederland kunt hem dus gezien hebben. Zijn auto is dus inmiddels al wel teruggevonden. Die bleek vorige week in Merksem te staan. En inmiddels zijn er ook aanwijzingen dat Jelle door drugshandel in de problemen was geraakt. Nou, u snapt wat u moet doen. Denk alsjeblieft na of u deze Jelle Leemans sinds donderdagochtend 21 november heeft gezien. Al dan niet met zijn auto of in gezelschap van andere mensen. Denkt u hem gezien te hebben, dan kunt u gewoon naar onze Nederlandse opsporingstiplijn bellen. 0860 70. Al deze informatie en alle foto's kunt u terugkijken op onze site. En heeft u een tip over deze vermissing en woont u in België? Bel dan uw eigen Belgische tiplijn. 0800 30 300.